In de 18e eeuw besluit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden dat het zich beter moet beschermen tegen invallen van vijanden. En water, ja wat anders ook in ons land, speelt daarbij een hele belangrijke rol. Die Gebbelinie die werd aangelegd tussen de Nederrijn bij de Gebbeberg door de Gelderse Vallei tot aan de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer. Het idee daarachter was die oprukkende vijand tegenhouden door grote delen land onder water te zetten. Die laag water mocht niet te diep zijn, anders kon de vijand er met een boot doorheen en als het te ondiep was, kon de vijand er gemakkelijk doorheen lopen. 30 centimeter tot een halve meter moest genoeg zijn. De plekken die niet onder water konden worden gezet, werden verdedigd met een fort of aarden wal waarachter het leger zich kon opstellen. Tijdens de Franse invasie in 1794 werd de Gebbelinie voor het eerst ingezet, maar zonder succes. Tijdens de strenge winter was het water bevroren en konden de Fransen er zo overheen. Lange tijd werd de linie wel onderhouden, maar was er geen noodzaak om hem in te zetten. In 1926 werd de linie grotendeels opgeheven. Toen Hitler in 1939 het Duitse Rijk dreigde uit te breiden, besloot het Nederlandse leger de waterlinie toch weer in werking te stellen. Vanaf september 1939 werden de sluizen opengegooid en gebieden onder water gezet. Maar de Gebbeberg bij Rhenen was te hoog voor het water en dus dé plek voor het vijandige leger om een gat in de verdediging te slaan. In de meidagen van 1940, na enkele dagen dapper stand te hebben gehouden, moest het Nederlandse leger tijdens een bloedig gevecht de Gebbeberg prijsgeven.